Even sneak peek in de kombuis. Oh. Kijk wat voor lekkers hier allemaal. Waar is de drank? Vlogger. Waar is de drank? Oh. 0.0. Ah. Kan iedereen mij horen? Zeg je nou wel. Ja, Arwin, hoor je. Ik wil jullie graag allemaal welkom heten op onze nieuwjaarsreceptie van 2019. Het is de tweede aan boord van de Pontine. Een jaar geleden hebben wij afscheid genomen van de Spiek. Dat is alweer een jaar geleden. De tijd is ontzettend hard gegaan, vind ik nog. Ja, het afgelopen jaar hebben we weer veel activiteiten gedaan. Weer op havendagen. We zijn op kamp geweest met Den Haag. Kerstmarkt hebben we gedaan. We hebben nog zoveel andere leuke dingen gedaan dat ik het eigenlijk allemaal niet eens meer op kan noemen. We hebben het heel druk gehad. Spieker ging natuurlijk weg. Dat was een week nadat we het nieuwjaarsreceptie hadden. Dus daar was alle hens aan weg. En we hebben ook weer een aantal nieuwe mensen aan boord mogen komen. 5 mensen totaal zijn aan boord bijgekomen. Waarvan 3 kadetten en 2 kaderleden. Dus de groep groeit stabiel, want het jaar ervoor waren er al 5-6 mensen, nieuwe mensen bijgekomen. Dus laten we hopen dat dat dit jaar weer gaat gebeuren. Maar dat betekent wel, blijf om je heen kijken als alle kadetjes, zeg maar, vriendjes, vriendinnetjes, maar ook kaderleden, vrienden, familie. We zoeken nog steeds nieuwe mensen om het korps te laten groeien. Dus alle mensen kunnen we gebruiken die we kunnen vinden. Op dit moment. Dus daarnaast gaan we ook de nijverheid een dokbeurt geven. Dat zal volgend weekend zijn of het weekend daarna, zodat we weer veilig kunnen varen de aankomende jaren met de nijverheid. Dat is gewoon een routinecheck, zeg maar, eventjes het water uit schoonmaken, nieuwe verflagen erop en het water weer in. Want een aantal jaar geleden is die goede dokbeurt, heeft een hele grote dokbeurt gehad. Dus in principe is het alleen maar nodig om het nieuwe verf erop te smeren. Dus dat hopen we allemaal voorspoedig te gaan. Chris is daar verantwoordelijk voor. En tot nu toe loopt alles voorspoedig volgens mij. We horen van de week of we de werf op mogen en wanneer. Dus dat moet goed komen, denk ik zo. Maar goed, dat er 3 nieuwe leden bij zijn gekomen, betekent ook dat we onze jaarlijkse traditie gaan uitvoeren. Voor mij is Klein Dadel. Nee, staat hier ook. Jullie al lid worden bij, dat betekent dat we jullie zullen gaan aanstellen tot aspirant zeker. Het kader van Zekerkop Jacob van de Heemskerk is Schiedam. Gelet op het bepaald in artikel 10 van het huishoudenreglement van Zekerkorp Nederland stelt aan, met ingang van 12 januari 2019, wegens het voltooien van aan hem gestelde taken en eisen, Sky Trevor Lucassen, Jack Mikkelveen en Daniel Gerrit Johannes aan het aspirant.
besluit betrokken als zodanig te aanvaarden en hem gelet op het bepaalde in artikel van het bovengenoemde huishoudreglement in bovengenoemde rang te aanvaarden. Namens de commandant, die helaas door ziekte afwezig is, het bestuur en het kader van het Zeekorps Gidan. Dit is het leukste moment. De bakjes! Filmen! Mag jij voorover buigen? Zeker dat de derde klasse. Jij was de enige nog die overgebleven was, want je was er nooit. Besluit, betrokken als zodanig te aanvaarden. En hem, gelet op het totaal artikel 9 van het huishoudreglement. Het in zodoende bovenrang aanvaarden. Namens de commandant, het bestuur en het kader van het zeker Jacob Veenkerk. En dan mag jij ook voorover blijven. Ja, ik mag iets meer. En dan heb ik nog één certificaat hier voor mijn leden. Buiten die vandaag. En daarvoor wil ik graag Jeroen Jacobs nog wel mee. Jeroen, jij bent nu het hele jaar lid geweest voor hem. En dat heb jij zo goed gedaan. Je hebt zo goed je best gedaan afgelopen jaar dat wij jou willen bevorderen tot supercadet van 2018. Ja. 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 De supercadet is zeg maar de cadet die eigenlijk altijd netjes op tijd is of extra helpt en die door het hele jaar door punten verzamelt door netjes zich op tijd af te melden, maar ook netjes te helpen in de kombuis als het ook als het goed gevraagd wordt en daardoor het meeste aantal punten verzamelt en jij hebt dit jaar het meeste aantal punten verzameld. De commandant heeft daar ook nog een leuk klein presentje voor. Maar die is helaas omdat de ziek is vandaag afwezig. Dus dat krijg je eerst de volgende keer als die weer aan boord is. Nieuw Xbox. Het kader van Zeekorps Jacob Nekers Schiedam verklaart je bij dat zeker het der derde klasse Jeroen Jacobs, gelet op het aan hem verwachte eisen dat hij op de poortlijn dat hij elke dag netjes gedaan heeft wat hij moet doen,
gedurende het hele jaar 2018 het certificaat Superkadet 2018 heeft behaald. Namens de commandant, de etat-major, het bestuur van het Zekerkorps Schiedam. Van harte gefeliciteerd. Ja, het hoeft eigenlijk niet, maar het is toch te leuk om te Hé, hey, bij de rest dan weten jullie wat je te doen staat, hè? Je best doen dit jaar. Misschien sta jij daar volgend jaar. Dat we weer genoeg cadetten hebben, zeg maar, die dit onderling interpreteren met elkaar. Dus, Nee. Nou, we hebben nu alle vorderingen en aanstellingen gehad. Ik zal zo het woord geven aan onze voorzitter. Die zal op het een en ander stellen vanuit de stichting, zeg maar, ook wat zaken. Maar ik wil graag iedereen een heel fijn jaar wensen. Heeft iedereen wat te drinken? Want ik wil eigenlijk een proost uitbrengen voor het volgende jaar. Nee.